net de expo bekeken. Hoe vond hij hem? Je weet nooit wat je mag verwachten. Ik ben heel aangenaam verrast, omdat op een bepaalde manier slaagt de expositie er toch in om toon terug dichterbij te brengen. En op welke manier verrast bedoelt u? Het is intussen een tijdje geleden dat we toon hebben moeten afgeven. En niet dat ik dacht dat het gevoel dat hij kon opwekken er niet meer zou zijn. Maar het is toch altijd een beetje afwachten. En het effect wat ik heb, is ook het effect dat ik had bij de show die ik ooit één keer heb gezien in België. En je verlaat op een bepaalde manier gelukkig de expositie. En dan denk ik, dan heeft hij het nog altijd. Wat is je affiniteit met toon? De affiniteit van de Philharmonie met toon gaat al terug naar jaren 80, wie toen nog in Zittert actief was in de Zittische revues. Toen werkte hij al samen met muzikanten van de Philharmonie om orkestjes of ensembles te maken die die revue oploesterden. En in de loop van de jaren hebben we nog een aantal keren toon muzikaal hulde gebracht. Piccolo mia, contrabassicusa, con ogni pacche contrabasta, si piccolini vas. Piccolo mia, contrabassicusa, umutata, umutata, piccolo mia, bassona. Je gaat nu van allerhande dingen doen met de Toon Expo, in ieder geval met 100 jaar toon. Wat zijn er zo al de dingen wat je op de planning hebt staan? Nou, we hebben op de planning staan wat we vanavond gezien hebben op deze toon thuis. Dat is een vervolg op wat we in het museum De Domein al gedaan hebben, bij de opening van de tentoonstelling Kolderietjes. En als het goed is, gaan we dat nog een aantal keren hier doen. Namelijk kleine muzikale stukjes in ensembleverband met zang van een van onze leden en een aantal leden van onze harmonie die gewoon dat hier presenteren. Verzoen, als je lachen kan, lachen kan, lachen kan, moet je doen. Als een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon, en gaat zo lekker dikke rode mobiele ballon. Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon, en gaat zo lekker dikke rode, lekker dikke mooie, blom, blom, blom. U bent al 27,5 jaar bevriend met Toon Hermans. Hoe vindt u het dat dit gerealiseerd is? Nou, ik was circusartiest en veelzijdig circusartiest en ik stond op het terrein van de oude toneelmeester. En op een gegeven moment zei hij, Johnny, zou jij mij 5 dagen kunnen helpen met de volgspot? Ik mocht daar staan, dus ik, oké, zei ik. En toen, na 2 dagen, zei Toon, Johnny, je gaat niet over 5 dagen weg hoor, want ik kan je niet missen. En toen zijn we hele goede vrienden geworden. Hoopt u dat de expo zo blijft of dat hij in dit gebouw blijft? Ja, ik vond het geweldig. En voor mij, er was niets nieuws, want ik herken alles. Maar dat is in je gedachten, dan komen de memories naar voren. En het gevoel natuurlijk. Ja, en ik raakte af en toe een beetje ontroerd. Want ik heb dat allemaal op toneel. Ja, een theatershow duurt zo'n 2,5 jaar. Zo'n 600-700 voorstellingen. En dat deed hij geweldig. En dat heb ik allemaal meegemaakt. Van begin repetities tot de laatste show. Ik vond dat hij zo heel persoonlijk was en heel, hij maakte zijn liedjes zo spelende wijze. Hij zegt, zag hij een bij op tafel en toen zei hij, lief bijtje, zei de bij, wil jij met mij wat vrijen? Een ogenblikje, zei de bij, ik ben zo bij je. Dat zijn hele simpele dingen en hij zei ook wel eens, tjonge, ik heb altijd pech. Als ik een mooie vrouw zie, is of zij getrouwd of ik.
Ja, dat zijn wel de leuke momenten. Ik wil u hartstikke bedanken voor het beantwoorden van de vragen. Ik vond het heel fijn dat jullie de aandacht aan. Want Toon is toch een heel groot begrip. En voor mij nog steeds.